Het was een geweldige een vrouw die wel met je meevoelde, die overal interesse voor had, voor je gezin, voor je kinderen. Het was een geweldige vrouw. Als Margaretha Johanna Voren werd ze in Den Haag geboren. Ze trouwde met Roger Rougiers. Samen hadden ze een goedlopende glashandel. Toen haar man in 1992 overleed, nam haar zoon Eddy de leiding van het bedrijf over. Gray verhuisde naar een nieuw appartement van waaruit ze veel uitstapjes ondernam. Eén daarvan zou haar fataal worden. Volgens familie en vrienden is er eigenlijk maar één mogelijk motief voor haar dood. En wij dachten eigenlijk, het is denk ik roofmoord. Omdat ook de auto weg was en de sieraden. En wij dachten, nou, dat is gewoon een pure roofmoord. De onbekende. Gray draagt die bewuste dag juwelen met een waarde van zo'n 45.000 gulden. Haar auto, een Audi Cabrio, is spoorloos. Ook de politie denkt aan roof. 5 dagen na haar mysterieuze dood wordt Gray begraven. Terwijl de familie nog in diepe rouw is, komt de politie dankzij getuigen op het spoor van de mogelijke moordenaar. En dan volgt een arrestatie die een enorme schok teweeg brengt. Eddy, haar bloedeigen zoon die nog stond te huilen op haar begrafenis, wordt opgepakt als verdachte van de moord op zijn moeder. We zijn een rustige jongen met weinig showende emoties. Ja, dat schok je natuurlijk ook. Dat verwacht je niet, dat je je moeder ombrengt. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Je doet zoiets toch niet met je eigen moeder. We hebben alles aan zijn moeder te danken. De politie ontdekt dat Eddy een losbandig leven leidt. Hij geeft veel te veel geld van het bedrijf uit aan dubieuze zaken. Zo maakt hij regelmatig plezierreisjes naar Thailand. Door dat alles dreigt de bloeiende glashandel naar de knoppen te gaan. Moeder Rougiers is woedend. In een gesprek, een maand voor haar dood, vertelt ze Eddy dat hij als directeur wordt ontslagen als er niets verandert. In zijn cel blijft Eddy iedere betrokkenheid bij de dood van zijn moeder ontkennen. Hij zegt dat hij op het vermoedelijke tijdstip van de moord naar voetbal kijkt bij een collega. De collega bevestigt dat. De tweede verdachte is de 38-jarige Henk R. Hij doet af en toe zwart wat klusjes voor Eddy. Samen beginnen ze naast het bedrijfspand een hennepkwekerij. Deze Henk zegt dat Eddy hem gevraagd heeft om zijn moeder een lesje te leren. Hij beweert dat Eddy de spil in de moordzaak is. Deadline spoorde Henk op en vroeg hem naar de rol van Eddy. Waarom moest Henk Gray Rougiers het zwijgen opleggen? Omdat hij jou te net wil hebben. Je bemoeide er eigenlijk overal te veel mee. En dat wou ik niet hebben. Want hij kon niks meer doen in het bedrijf. Hij kon maar... elk moment werd hij op zijn vingers getikt. En gecontroleerd. En hij moest gewoon de vrije hand hebben. Henk verklaart dat Eddy hem een foto van zijn moeder en 10.000 gulden heeft gegeven om iemand te vinden die haar te grazen kon nemen. Politieonderzoek wijst uit dat Eddy een paar dagen eerder inderdaad dat bedrag van zijn rekening heeft opgenomen. Henk is vervolgens op zoek gegaan. Ik kom mensen, ja. Toen heb ik die mensen benaderd. Deze mensen verklaren bij de politie dat Henk hun een foto van een vrouw laat zien en geld belooft als ze haar ombrengen. Hij zou zelfs samen met hen mogelijke overvalplekken bezocht hebben. Dan is het zondag 19 februari. Volgens verklaringen en printlijsten belt Eddy die ochtend naar Henk met de mededeling dat het vandaag moet gebeuren. Vervolgens wordt Eddy bij het bedrijf opgehaald door zijn moeder voor een dagje uit. De dag zal eindigen met een diner in een pas geopend restaurant waarvoor de firma Rougiers de ruiten heeft geleverd. Volgens de eigenaar vertoont Eddy eerder die week vreemd gedrag. Op de avond van de opening, toen vroeg hij of hij kon reserveren. En een dag later kwam hij nog een keer langs met de auto.
om nog een keer te bevestigen die reservering. En een dag later heeft hij nog een keer gebeld of het toch wel gereserveerd was. Dus dat is eigenlijk 3 keer. En dat is natuurlijk wel een beetje opvallend. Dat viel me later dan ook best op. Ik dacht, er klopt misschien toch iets niet. Alles moest op die fatale dag immers exact volgens plan verlopen. Het diner wordt Grace galgemaal. Volgens zijn verklaring wordt Eddie rond 21:45 weer door zijn moeder bij het bedrijf afgezet. Het zal hun definitieve afscheid blijken. Het lichaam van Gray wordt in het water gegooid. Henk brengt vervolgens haar auto naar Antwerpen. Met een taxi gaat hij terug naar Bergen-op-Zoom. En daar gooit hij de gestolen sieraden in een rioolputje. Ik sta er bij het station te wachten met een zakje met rotzooi in je zak. En ineens zie je een politiebusje komen. Ja. Wat doe je dan? Om 1:00 s'nachts belt hij naar Eddie. Hij vraagt of hij hem wil komen ophalen. In de auto praten ze over Eddie's moeder. Eddie zegt dat Henk hem toen verteld heeft dat zijn moeder dood was. Ik vind ook trouwens dat heel de moord is echt helemaal zinloos geweest. Heel zinloos geweest. Wat hebben ze nou bij baat gehad? Gray was zo'n goede moeder voor de kinderen. Voor allemaal. Ook voor Eddie. Voor de moord op zijn moeder eist de officier tegen hoofdverdachte Eddie 15 jaar.